Een heel goede avond en welkom bij Salland Magazine van Salland 1. Vanavond in de studio weer twee gasten, zoals u dat van ons gewend bent. Aan de rechterkant van mij André Smit, burgerlid van de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Oosterweijen. En aan de linkerkant Erik Feijen van de stichting Fonds voor Ons. En daar gaan we straks verder op in. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, André en Erik, nogmaals welkom. Vanavond gaan we weer praten over een stukje politiek. Hè. Dat is toch de insteek voor jou als raadslid van de gemeente Oosterweijen. En met Erik Feijen gaan we in op, jullie hebben een fantastische prijs gewonnen. Het zogenaamde goudhaantje van de gemeenteraad. Maar jij bent voorzitter van de stichting Fonds voor Ons. En als je al zo hoort, dan denk je Fonds voor Ons. Wat is dat voor fonds? Wat is het? Wat doet het? Waar is het? Nou, inderdaad, heel veel vragen tegelijkertijd. Ja, maar laten we eens beginnen. Wat is het Fonds voor Ons? Nou, het Fonds voor Ons is een noodfonds die mensen helpt die in acute financiële nood verkeren. Dat is eigenlijk in het kort wat het fonds is. Ja, en wat moet je dan denken aan acute financiële nood? Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die door schuldhulp in de schuldsanering zitten bijvoorbeeld. En waarbij je koelkast kapot gaat net nadat ze in de schuldhulp zijn gekomen. En geen vermogen meer hebben? Geen vermogen meer hebben. Alles met de handen in het haar zitten. En 9 van de 10 keer hebben die mensen dan ook alle instanties al geprobeerd om het voor elkaar te krijgen. En dat lukt dan niet. Nee, want soms dan val je als je in een bepaalde situatie zit. Buiten alle regelingen die er zijn. Er zijn er zoveel regelingen. André, weet jij hoeveel regelingen er wel niet zijn? Tientallen. Ja, er zijn diverse fondsen en subsidiemogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden via de gemeente, via allerlei instanties die er verder zijn. Ja. En dan denk je dan is het dan onbegrijpelijk dat je dan als in een individueel geval net buiten alle boten valt. Ja, ja. Ja, het is maatwerk vaak, hè? En ja. dat zullen jullie zeker meemaken. Want de problemen zijn divers. Het is zo makkelijk om te zeggen van ja, ga maar aan het werk. Ja, maar er is niet altijd werk. Het is niet altijd mogelijk. Nee. Ik denk wel heel goed om aan te vullen. Het zijn ook situaties waarbij soms er best wel een vangnet is. Alleen, en laten we als voorbeeld de gemeente nemen. Die heeft natuurlijk goed op onze centen te passen. Die moeten procedures netjes volgen. Dat is absoluut een noodzaak. Maar soms kunnen mensen daar gewoon niet op wachten. Hè. Neem het een koelkast die kapot is. Ja, die moet het morgen weer doen. Ja, die moet het gewoon morgen doen. En als jij de middelen dan niet hebt, ja, dan is het wel belangrijk dat iemand je helpt. En in dat gat, dat acute gat, daar springen wij in. Ja, en de ambtelijke molen in Raalte wil best wel eens een beetje snel malen, maar het kan toch ook wel eens een paar dagen duren. Het heeft allemaal procedures die allemaal afgewerkt moeten worden. Klopt. Ja, dan springen jullie in. Ja, klopt. Ja. Komt het vaak voor? Steeds vaker. En dat heeft misschien ook te maken natuurlijk met een stukje bekendheid. Hè. We zijn in 2017 begonnen zonder bekendheid, zonder geld. Ja, dan valt er ook niet veel te helpen. Inmiddels hebben we en geld en we zijn bekend. Dus ik denk dat wij, laat ik de laatste weken niet meenemen met alle publiciteit. Maar dat we dan daarvoor toch wel op 3, 4 aanvragen per maand zaten. Toch. Dus dat is nog wel redelijk wat. Ja. En hebben jullie ook een relatie dat je zegt, van, nou, er zijn ook cliënten van de voedselbank soms, want vaak gaat het samen. Hè? Ja, dat hebben we zeker. Maar verkijk je ook niet op het aantal keren dat die relatie er niet is. Dat mensen echt aan het begin staan van een langdurig traject. En dat is bijvoorbeeld, ik noem maar altijd het hele flauwe voorbeeld. Stel dat mijn vrouw denkt, ik zie een hele leuke jonge vent en ik ga daarmee verder. En op hetzelfde moment krijg ik ontslag. Ja, ondanks dat ik mijn zaakjes privé prima voor elkaar heb, heb ik wel per direct een probleem. En dat is zeker, nu valt het mee, maar toen de huizen wat onder water stonden, had je dan direct een heel groot probleem. Ja. Jullie hebben de stichting opgericht, 2017 zei je, dus je bent nu een goede 3 jaar aan het draaien. In de tussentijd is natuurlijk een heleboel voorbij gekomen.
Ja, dat klopt. Ja, het is echt soms echt schrijnend. Ik ben echt wel een keer teruggekomen, dat is helemaal niet zo gek lang geleden, van een aanvraag. Hè, want we doen altijd een huisbezoek met twee bestuursleden. En dan horen we het verhaal aan. En dan kom ik echt helemaal terug dat ik denk van, hoeveel kan een mens meemaken in een leven? Hè, een mevrouw die dan verhuisd is uit een relatie komt. Nou, ik zal jullie de details besparen. Het is ook niet erg netjes om het allemaal te noemen. Maar dat je echt denkt van, dit kan niet. Dat hij dit meemaakt. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. En dat als beloning die mevrouw, als ze de stap heeft gezet om de relatie te verbreken, op zichzelf te gaan wonen, haar laatste spaarcentjes in de meubels te hebben gestopt, steekt de partner nog even de kleding in de brand. Nou, dat bedenk je niet van tevoren. Nee, dat zijn allemaal van die dingen die komen niet, normaal gesproken niet voor. Maar, nou, en jullie zijn dus bezig en dat heeft ook de aandacht getrokken van de gemeente en ook natuurlijk van het grote publiek. Want er kon dit jaar ook weer gestemd worden op het zogenaamde goudhaantje. En dat is dan een prijs voor een bijzondere organisatie, vereniging, stichting die bijzonder werk heeft gedaan dit afgelopen jaar. En dat is dan het goudhaantje van Raalte. En dat is jullie toegevallen. Ja. En we hebben daar eventjes een stukje van het filmpje van de gemeente Raalte van gepikt. En dat gaat Marcel gaat het nu even laten zien. Elk jaar reiken we het goudhaantje uit voor een mooi inwoners. Elk jaar reiken we het goudhaantje uit voor een mooi inwonersinitiatief. Dit jaar werden er 14 van dat soort initiatieven genomineerd, sommige zelfs vaker. Als jury hebben we 3 initiatieven gekozen die wat ons betreft alle 3 het goudhaantje kunnen winnen. De jury had een voorkeur, maar ook de online stem had een voorkeur en daar komt zo een winnaar uit. Maar eerst stel ik jullie voor, Henk Siel van de Bottenmarkt, Han Hogeboom van het Soepcafé Heino en Erik Feijen van Fonds voor Ons. Erik. Het Fonds voor Ons, wat is dat? Fonds voor Ons is een initiatief van Raaltenaren voor Raaltenaren. En dan heb ik het over de gemeente Raalte. En dat is dat de ene groep die verzamelt geld en de andere groep die heeft het geld nodig. Dus met andere woorden, als er mensen zijn die in acute financiële nood zijn, dan worden die geholpen door het fonds wat door ons is opgericht, Fonds voor Ons. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor een hulp is dat? Heb je een voorbeeld? Voorbeelden zijn mensen die letterlijk bellen of appen van ik heb deze week geen geld voor eten. En hebben dan 2 jonge kinderen thuis bijvoorbeeld. Nou, dan is het heel lastig om zeg maar bij allerlei andere initiatieven op zo'n korte termijn hulp te krijgen. En wij leveren binnen 24 uur leveren wij die financiële hulp. En dat is dus echt incidentele hulp. Dus we helpen niet met iemand in een bodemloze put het geld te plempen. We helpen echt met acute hulp. En dat kan zijn een koelkast die kapot gaat. Iemand die een huisuitzetting dreigt. Geen eten, geen kleding. Nou, dat zijn eigenlijk wel de meest voorkomende dingen. Nou, wat we doen is, juist ook doordat we een stichting hebben die heel laagdrempelig is. Je kunt met ons via Facebook contact leggen, via Messenger, via WhatsApp, via de mail. Je kunt ons bellen, je kunt ons benaderen. Op allerlei manieren. Dus we proberen de echte drempel te verlagen door te zeggen, joh, schaam je niet. Het kan gewoon gebeuren, het kan jou gebeuren, het kan mij gebeuren. En vraag alsjeblieft hulp als we je kunnen helpen. Ja. En dan doen we het heel graag. De prijsuitreiking van het Goudhaantje 2020. En deze prachtige bokaal en een cheque van 1.000 euro te besteden aan het initiatief. 3 mooie initiatieven met een waardering van de jury, maar ook de inwoners hebben mogen stemmen. En dat is massaal gedaan. En ik maak nu de winnaar bekend. De winnaar van het Goudhaantje 2020 is geworden Fonds voor Ons. Jee! Alsjeblieft, Erik. Dankjewel. En een mooie check. Daar zijn we heel blij mee. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hartstikke mooi initiatief. Ja. Hartelijk dank voor het kijken. En ik hoop u volgend jaar gewoon weer live te zien in het Hoftheater in Raalte. Tot ziens. Nou, en hier is die check, Erik. Ja, is voor jou. Mag ik die wel overhandigen? Je hebt deze. Dank alsjeblieft. Je.
Ik hoop dat jullie er een hele goede bestemming voor weten te vinden. Zeker. Dat zal best lukken. Het geld is al uitgegeven. Ja. En natuurlijk het goudhaantje heb je ook meegebracht. Laat het even op de camera zien. Ja, kijk eens anders. Het goudhaantje. Weer een heel mooi model. Door een echt kunstenaar vervaardigd. Wordt ieder jaar wordt dat weer speciaal gemaakt. Nou, André, als je zoiets wint, dan ja. Nou ja, schuif maar bij. Ja. Nee, hartstikke echt briljant. Echt super. Maar mooi initiatief ook. Echt een prachtig initiatief. Ja. Want wat je ook terecht zei in net al in het filmpje. Van ja, het kan mij gebeuren, het kan jou gebeuren, het kan iedereen gebeuren. En het is goed als iedereen zich dat beseft. Dat het gewoon niet. Je hoeft niet heel erg in de problemen te zitten om toch in de problemen te komen. Zeg maar. Ik heb nu alles al netjes voor elkaar. Ja. Het kan maar zo binnen een half jaar kan er van alles gebeuren. Binnen een uur naar het voorbeeld net al. Ja, nou ja, je weet het maar nooit. Hè. €1000, een mooie prijs. En jullie hadden toch wel een geduchte concurrentie. De Sallense Bottenmarkt, Henk Siel. En dan het Soepcafé uit Heino. Maar jullie staken er dan met kop en schouders bovenuit, kennelijk. Ja, dat klopt. Het verschil is echt gemaakt door het aantal stemmen. En wat ik ook hier aan tafel merk. Mensen hebben vaak wel sympathiek voor onze stichting. Want het is natuurlijk heel mooi als je gewoon zonder enig eigenbelang anderen kunt helpen. En dat is ook het leuke, vind ik zelf, aan deze stichting. Het geeft je zoveel voldoening, want het is heel veel leuker om iemand te helpen dan om hulp te moeten vragen. En dat moeten we vooral ook niet vergeten. Ja, dan zijn je zelf al, we zijn met niks begonnen, maar langzaam zeggen, hebben jullie wat? Hoe kom je aan de middelen om? Vragen jullie een heleboel subsidie aan en krijgen jullie? Of gaat het op een andere manier? Nee, het gaat op een totaal andere manier. We willen bewust geen subsidie om onze onafhankelijkheid ook te houden. Wij beoordelen met de 5 bestuursleden beoordelen wij elke aanvraag. En als wij denken dit verhaal klopt, het is echt nodig, dan doen we het. En dan hoeven wij het niet te toetsen aan kaders en hoeven wij geen verantwoording af te leggen. En dat is ook hoe we het graag zo in de toekomst willen blijven doen. Dat kun je met een kleine stichting, kun je dat? Dat klopt. En het geld om die vraag te beantwoorden, dat wordt gewoon door Raaltenaren zelf opgebracht. Soms bedrijven. Soms particulieren, soms een andere stichting die de Pomdagen in Heino. Die hebben een veiling georganiseerd en de opbrengst ging naar onze stichting. Dus zo helpen we elkaar in Raalte. En dat is ook heel, heel duidelijk. Hè? Fonds voor ons, van ons, voor ons. Het is van ons samen. Het is niet van mij of het is niet van onze bestuur. Het is van de gemeente. Ja. Zo zien wij dat. Ja, en jullie gaan eventueel eens een keer met de collectebus rond. Ja, dat klopt. Op evenementen dan krijgen we een kraam omdat de organisatie ons aardig vindt. En dan staan we daar met ons spandoek en onze banner. En uiteraard een collectebus als mensen de verleiding niet kunnen en willen weerstaan. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat mensen zijn die zeggen, dat zou misschien wel iets voor mij kunnen zijn. Hoe makkelijk of hoe moeilijk zijn jullie bereikbaar? Nou, als mensen een beetje moderne media hebben en dat kan van telefoon tot internet zijn. We zitten op Facebook, we hebben WhatsApp, we liggen met onze folders liggen we bij de dokter en de bibliotheek. Dus er zijn allerlei manieren om ons aan de jas te trekken. En heel veel mensen die kennen ons ook persoonlijk. Nou, dan is het ook heel makkelijk om ons even een keer aan te schieten. Ja. Nou weet ik dat de kerken die hebben of die hadden altijd ook een Caritas afdeling. Vroeger was dat de armenzorg, maar vandaag de dag heet dat Caritas. Hebben jullie daar ook wat relaties mee? Ja, dat hebben wij. En daar ligt ook, als ik voor mezelf persoonlijk spreek, liggen daar ook mijn roots. Ik ben katholiek van huis uit. En ik heb ook deel uitgemaakt van de Caritas. Oh, dan ben je toch nog katholiek? Ik ben nog steeds katholiek, alleen ik kom niet meer frequent elke week in de kerk. De kerk gaat al dicht. Ja, dat is ook weer waar. In Salland is dat wel een beetje de realiteit. En ik hoop dat er nog wel hier in de Eind open blijft. Ja, zo is dat. Maar mijn beide opa's die hebben vroeger in het armenbestuur gezeten. Dus de appel valt niet zo ver van de boom. Nee. Maar daar hebben we een hele goede samenwerking mee. En ook de 3 initiatiefnemers, die waren ook allemaal aan een kerk gebonden. Het zij de PKN-kerk, het zij de katholieke kerk. Ja. Vaak hebben die dan weer wat minder makkelijk, of zijn die wat minder makkelijk toegankelijk, want daar is die drempel vaak wat hoger, denk ik. Nou, ik denk dat dat nog wel meevalt, maar de vindbaarheid is het probleem. Ja. He, want als jij onze kinderen pakt en jij zegt Caritas of je zegt diaconie, dan zegt hun dat niet zoveel. Nee. En als zij een 20-jarige in financiële problemen zit, gaat hij niet googlen op die namen. Die zoekt op problemen of geldproblemen of lening of dat soort dingen.
En dat is ook waarom wij met z'n drieën naar voren gestapt zijn en gezegd hebben van nou, dat moet laagdrempeliger. En we moeten makkelijker vindbaar zijn. En er moet zonder schaamte moet je even 's avonds om 11 uur een appje kunnen sturen en weten dat het vertrouwelijk behandeld wordt. Ja. En dat is hoe onze stichting dus ook werkt. Ja. Jullie gaan gewoon door natuurlijk. Zeker aangemoedigd door die mooie prijs. De prijs ook, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Die 1000 euro hadden we van tevoren al aangegeven waaraan we die zouden besteden. Want al onze mensen die we de afgelopen jaren hebben geholpen. Die kunnen zich natuurlijk nooit iets leuks veroorloven. Dat is alleen maar noodzakelijke dingen die ze kunnen kopen. En wij hebben gezegd dat geld, dat gaan we verdelen onder die mensen. Dus die 1000 euro die gaat ook direct naar de mensen die we geholpen hebben. En dat doen we door cadeaubonnen te geven van de Raalter ondernemers. Dus ook die hebben in de moeilijke tijd die ze toch doormaken ook weer 1000 euro te verdelen met elkaar. Dat is best wel twee kanten. Hè? Ja. En dan doen we het weer samen met ons, voor ons, door ons. Ja, en zo komt het natuurlijk ook bij de middenstand weer. Weer een stukje sympathie ook voor jullie. En als je dan eens een keer in nood zit en zegt, kom even. Ja. Als we in de goede tijden van, doe eventjes wat. Dan gaat het ook weer wat makkelijker. Ja, nou, zo werkt het. Het is elkaar wat gunnen. Ja, je zet al, André, een mooi initiatief. Is er in ons weien ook iets dergelijks? Ik neem aan dat er ook wel wat vangnetjes zijn, zo hier en daar. Daar zijn wel het een en ander aan vangnetjes. Ons wei is bijvoorbeeld voor de voedselbank wel afhankelijk weer van Raalte. Hè? Dus onze, daar werken we mee samen. Daar werken we mee samen, ja. Ja. En verder, ja, dat is nog wel een probleem. Want wat je aangeeft net is van de vindbaarheid. Maar ook het willen vragen, hè, van mensen die zeggen, die de schaamte voorbij gaan. Ja, 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 ja. En dan is zo'n initiatief zo klein, dat is, ja, dat wekt vertrouwen. Ja. Ja, dat heb je ook in Raalte, bestaat ook nog de Stichting Leergeld, waarschijnlijk ook wel bekend. Zeker. Ja, daar werken we ook mee samen in ons. Ja. Maar die werkt weer op een wat ander vlak, via de onderwijs vaak. Dan komen ze ook weer bij problemen. En dat is vaak ook weer een doorgeefluik richting de voedselbank. Ja. En zo is het toch een heel netwerk wat probeert om die acute nood te lenigen. Ja. En dat lukt ook heel goed hoor, want wij werken ook met bijvoorbeeld Humanitas, met Stichting Leergeld, met de Voedselbank. Al die besturen die kennen elkaar, van tijd tot tijd zoeken we elkaar op. En niet om zaken te bespreken, maar wel om een warme overdracht makkelijk te maken als iemand zich bij ons meldt. En die heeft de financiële administratie niet op orde, dan verwijzen we heel makkelijk door naar Humanitas. En die wisselwerking is heel goed. En als Humanitas bij een cliënt komt en die ziet van ja, er is acuut wat nodig, dan bellen ze ons. En dan gaan wij ook niet op huisbezoek als Humanitas zegt, daar is geld nodig en dat is 200 euro voor X. Nou, dan maken we ze. Hebben we dat geconstateerd, dan is het goed. Ja, dan gaan we dat niet nog eens een keertje dunnetjes over doen. Nee. Geen bureaucratie. Nee, vooral niet. Nee. Nou, gefeliciteerd nogmaals met de mooie prijs die je gewonnen hebt. Ik weet dat het een felle strijd is ieder jaar om het in de wacht te slepen. Gefeliciteerd ermee en succes verder met de stichting. En eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, ik hoop dat die stichting niet zo lang meer bestaat of niet meer zo lang hoeft te bestaan. Maar ik vrees dat voorlopig nog even ijdele hoop is. Ja, ik ben er ook bang voor. En ik wil bij deze ons dwaaien uitnodigen als ze willen kennis maken met ons initiatief. Ze zijn van harte welkom. Hè. Beter goed, hoe zeggen ze dat altijd? Goed gekopieerd dan slecht, of goed gepikt dan slecht bedacht of zoiets. Ja. Nou, dus ze zijn welkom als ze het willen weten. We hebben nog stelen, de hele konst afkijkende. Hè? Dat zei Kat Zedels, geloof ik al. De uitnodiging staat genoteerd. Kijk, toch ergens weer goed voor, hè? Ja, zeker. Ja, succes verder met het werk van de stichting. Dankjewel. Ook voor je collega-bestuursleden. Ja, gefeliciteerd. André, vandaag stond in de krant van Sanlands Dagblad, de Stentor, de Olstenaren maken zelf borden in hun strijd tegen de hondenpoep. Is zo erg in Olstwee? Nou, daar wel. daar wel, blijkbaar. We hebben in Olstwee geen hondenbelasting, hè? En dat geld werd destijds, was dat eigenlijk bedoeld voor het dorp Olst en ook in Weijen, om het poepvrij te houden. We hebben die bakken gehad waar de hondenpoep in gedeponeerd kon worden. Nou, die zijn ook flink geminderd. Met het afschaffen van de hondenbelasting zijn die ook weggestreept. Mensen die een hond hebben, die hebben daar heel veel profijt en heel veel plezier van. Maar ja, daar zit ook een minpuntje aan. En dat is die hondenpoep. Die moet je achter je billen wel opruimen. Achter de billen van de hond dan. Ja, en dat gebeurt kennelijk te weinig. K-
kennelijk. Ja, en vandaar dat, dat mensen in de omgeving, ja, de ringbus, ik weet niet precies waar het is, in Olst ergens in de nieuwbouw. Ja, dat is aan de Zonnekamp, dat is helemaal aan de zuidkant van Olst. Ik woon daar zelf ook in die wijk, maar aan de andere kant van de wijk. Ik heb zelf niet zoveel last van de hondenpoep, gelukkig. Maar dit is daar, ja, dit ligt daar net aan de route, een wandelroute richting de Oude Allee en de Olsterkampweg en die kant op. En dan ga je met je rondje eventjes... Ja, dan kom je er snel langs. Voor een kort rondje is dat een prima paadje daar zo. Ja, en daar blijft het liggen. Nou goed, ik hoop dat het allemaal een beetje helpt. En je zou eigenlijk mensen moeten oproepen van ja, je hoeft al geen hondenbelasting meer te betalen. Dat is al een leuke besparing. Zorg dan eventjes voor de rommel. Nou, weet je, waar ik een beetje bang voor ben, is zo'n bordje neerzetten met gelieve hier de hond niet te laten poepen en ruim het anders op. Dat is net zoiets als dat je een bordje aan het begin van de winkel neerzet en zegt van het is verboden hier te stelen. Ik bedoel, we weten het allemaal wel. Ja, maar er zijn er altijd een paar die denken van nou, voor mij geldt dat niet zo. Nee, de goede moet onder de kwaaie lijden. Nou ja, kijk maar naar het hele corona gebeuren, precies hetzelfde. Ja. Ja, we hebben allemaal gisteravond natuurlijk weer gezien hoe onze minister-president toch weer een bijna nog wat strakkere lockdown aankondigt. In ieder geval een verlenging van die lockdown. Ook voor ons, wij geldt natuurlijk van jongens, dat wordt weer... dan moeten we toch even goed nadenken hoe we daardoor komen. Nou ja, dinsdag stond in de krant dat Olstwijen nul besmettingen had. En we waren dus een van de weinige grijze gemeenten in Nederland. Vandaag op woensdag kleuren we weer donkerrood. Want er waren er zo'n 10, 11 besmettingen. Dat is dan 65 op de 100.000. Daar meet je het naar af. Ja, ja, ja. Maar het zijn dagkoersen. En zolang dat nog zo op en neer gaat, ja, moeten we toch echt die rem ingedrukt houden. Ja, ja, dan weten we ook dat er werd al heel voorzichtig gedreigd met een avondklok die waarschijnlijk wel iets zou kunnen gaan ingaan. Daar heb ik al wel een beetje... Ja, je kunt er van alles over denken. Ja. Kijk, ik snap dat dat wil doen is om die jeugd die s'avonds bij elkaar gekomen, om dat binnen te houden. En die thuisbezoekjes s'avonds, dat we bij elkaar op bezoek gaan, om dat tegen te houden. Want daar zit de grote besmetting natuurlijk in. Dan heb je in Oost alleen al 500 politieagenten nodig en handhavers die dat controleren. Ik vermoed dat in IJsseland, dus ook in Raalte en in Oostwijen, de burgers nog wel die discipline hebben om nog een beetje te luisteren naar wat de overheid zegt. Ja, hier misschien wel, maar... Ja. Ik denk dat het in de grote stad, in de Randstad, dat het iets ingewikkelder ligt. Nou, laten we het daar maar op houden. We moeten gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat de vaccinatie, dat gaat allemaal nog. Nou, als we voor de zomer allemaal gevaccineerd zijn, dat redden we niet eens. Nee, dat gaan we niet redden. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Van, laat je testen als je een klacht hebt. Ga testen. Want... dat is de mogelijkheid om de boel onder controle te houden. Je houdt het niet tegen, maar je houdt het in ieder geval onder controle. En dat is zo waanzinnig belangrijk. En meer nog dan het vaccineren op dit moment. Vaccineren is hartstikke belangrijk, zeker. En thuis blijven, afstand houden, prima. Allemaal heel goed. Ja. Maar laat je testen op het moment dat je... Denkt dat je iets hebt. Ook al vermoed je het maar. Ja, het kan nu weer. Dus, ruim. Ja. Ja. Er is heel veel over gesproken, over corona. Laten we het daar verder niet over hebben. We zullen het er nog wel eens vaker over hebben. En ik denk ook dat dit jaar ook weer een jaar wordt zonder Olsterjaarmarkt, zonder Wierseniekdagen, zonder de Heidense Pompdagen. Ik vrees het allemaal met grote vrees. Ik ben er ook bang voor. Ik ook, Erik. En ja, jullie zullen dan de collectebus ergens anders neer moeten zetten. Ja, wij redden ons wel. Maar ik zit meer te denken aan de avondklok. Hoe moeten wij naar onze hulpvragers? Dan moeten we dat onder de baasse tijd doen. Want we werken ook alle vijf. Dus daar komt wel wat lastig voor. Zo heeft alles weer zijn voor- en zijn nadelen. Dat zie je maar weer. Goed. Jullie hebben 2 februari klimaatcafé, heb ik gezien in de stukken van de gemeenteraad. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? dan wordt er gesproken over wat er kan en wat er mogelijk is. En
En meer van dat soort dingen. Ja, dus vrij uitgebreid. Om, ja, dat, er is er een beetje een vervolg op de hoorzittingen en de hele politieke meningsvorming het afgelopen jaar. Vorig jaar, in februari, zijn er twee avonden geweest met heel veel insprekers. Uiteindelijk is het beleid vastgesteld. Ja, nou ja, er is heel veel aandacht voor de zonneparken en voor de windmolens. Hè. Nee. Dat gaat er gebeuren. 2 februari. Er komt ook nog eens een keer een moment van een gemeenteraad. En een van de onderwerpen die men in Ols graag op de agenda zou willen hebben, dat is de Olsterkampweg. Dat is soms een gelopen race. Maar voor sommige mensen die denken dat we net in de startblokken staan. En dat is niet zo. Nee, dat is echt een... Het raakt in open zenuw bij mij. Ja. Laten we eens even kijken waar het over gaat. Ben ik even rondgelopen daar in die omgeving en dit filmpje gemaakt. Ja, de laatste twee huisjes, die willen ze graag laten staan. Dat laatste rijtje in die vrijstaande woning, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, maar het is op een zenuw, zeg je. Ja, die huisjes, dat zijn noodwoningen. Hè. Die zijn vlak na de oorlog gebouwd, in de tijden van grote woningnood. Ja. Voor de arbeiders van de Olba vleesfabriek daar zo. En dat vrijstaande huisje was trouwens voor de veldwachter. Die wou niet in zo'n huisje zelf. Die wou in een aparte vrijstaande woning. Ja. Want die wou niet bij de arbeiders in hetzelfde rijtje. Ja, dus dat moest een klassenverschil. Daar moest wel even een beetje klassenverschil zijn. En die huisjes die zijn op een hele speciale manier gebouwd. Hè, met een stalen constructie. Zodat ze zo bam, neergezet konden worden. En met de bedoeling van over 10 jaar. Dan hebben we gewoon een normale woning. En dan gaan ze weer weg. Ja, nooit. Nou, we zijn nu 60 jaar, 70 jaar verder. En ondertussen is daar een heel leven aan voorbij getrokken. Voor mensen die daar hebben gewoond, die daar zijn geboren. Het verhaal van de arbeider die daar gewoond heeft. Dat is meer dan 10 jaar geweest. Ja, de Olba waar ze voor gebouwd zijn, is al lang verdwenen. Die is al lang weg. Ja. Dus in de jaren 70 is die al ter ziele gegaan mijn hoofd. En de huisjes zijn gewoon blijven staan. Huisjes zijn blijven staan, ja. Omdat er nog steeds behoefte aan is. Ja. Maar nu gaat de woningbouwvereniging, Sanland Wonen, gaat ze tegen de vlakte gooien. Ja. En dan komen er weer nieuwe woningen, moderne woningen. Ja. Kennelijk is dat niet goed gevallen overal. Nou, het bijzondere is dat er eigenlijk wel consensus is over of die huisjes cultuurhistorische waarde hebben. En die hebben ze. Daar kunnen we wel met z'n allen over eens zijn. Het is echt van die naoorlogse dingen die meer dan ergens meer zien staan. Met een verhaal. Dus dat zijn, en daar is iedereen het ook wel over eens. Hè? Zelfs Sanland Wonen die vindt dat, de gemeente vindt dat. Maar... om dan de stap te zetten van we gaan het ook behouden. Ja, dan moet je er een monument van maken. Maar dan moet je er ook in investeren waarschijnlijk. Wie moet er dan in investeren? Dat is de vraag. En dat is niet de gemeente die daarin hoeft te investeren. Het zijn ook niet de huisjes van de gemeente. De huisjes zijn ook niet van de gemeente. Die zijn van Sanland Wonen. En op het moment dat je daar een monument van maakt. Dus dat je die benoemt als monument. Dan mag de eigenaar het huis ook niet meer afbreken. Dan hebben ze zelfs een onderhoudsplicht om ze te onderhouden als monument. Ja, en ik vind, en kan dat niet vaak genoeg benadrukken, die huisjes die hebben een waarde voor heel veel mensen, voor het collectieve geheugen van de Olstenaar.
Er zijn allerlei boerderijen en kerken en andere huizen in de gemeente die een monumentenstatus hebben gekregen. Maar juist huisjes van de arbeider, waar Olst groot mee is geworden destijds, die... Ja, je kent het beeld misschien nog wel van de mensen die vroeger bij Oba werkten en vrijdagsmiddags met de bekende bottenzak naar huis gingen. Met de bottenzak, ja, inderdaad. Ja, dat weten we nog heel goed. Ja, dat is dan zonde. Als je die huisjes behoudt, dan heb je daarmee ook weer een troef in de handen qua toerisme. Hè? Als je in Olst bij het station uitstapt uit de trein, of je gaat eerst in het centrum een bak koffie drinken en je gaat dan naar de wandel, je komt eerst langs de Olba-pijp. Daar kun je het verhaal van horen van de Olba-pijp, van de Olba van de vleesfabriek. Je loopt langs het oude station en je gaat naar de Oosterkampweg. Dan kom je eigenlijk daarbij uit. Daar staan die huisjes als een soort... Je ziet in die grote steden wel eens van die hofjes, weet je wel, waar nonnetjes hebben gewoond. Nou, als je dat zo leuk aan kunt kleden, niet als een hofje, want dat vertelt het verhaal niet. Maar je brengt het weer terug in de originele staat daar zo. Dan kun je daar ook weer een verhaal vertellen. En dan wandel je langs de aardehuizen, ga je naar de Oude Allee, ga je naar de Haren toe. Dan heb je een fantastische wandelroute met een mooi verhaal. En dat, met ook een hele ontwikkeling van de woningbouw. Ja, ook dat. Nou, exact. Ook dat nog eens, ja. Ja, ja, en je zou die huizen ook kunnen bestemmen voor seniorenwoningen of statuswoningen. Ah, die huizen, dat zijn hele kleine huizen. Ja. Hè? Je zou ze, tegenwoordig noemen we dat tiny houses. Hè? Daar is heel veel vraag naar. Voor 1 à 2 persoons huishoudens. Die huisjes zijn door het Heemschut bekeken. En daar zitten mensen bij die er echt voor doorgeleerd hebben aan de TU in Leiden. En die hebben een plan gemaakt voor die huisjes, waarin het ook rolstoelvriendelijk wordt. En dat is echt niet duurder dan nieuwbouw. Helemaal niet. En het is zo zonde dat het plan van het Heemschut gewoon... dat daar niet naar gekeken wordt. Dat de andere partijen in de gemeenteraad... VVD, gemeentebelangen en CDA... die zeggen van... wij weten eigenlijk genoeg. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Echt niet. Valt het nog ten goede te keren? Nou ja, we krijgen een bestemmingsplanwijziging nog. Hè? Dat huisje van de veldwachter... Dat is een zelfs vrijstaand huisje. De kavel van dat huisje heeft ook de bestemming voor een vrijstaande woning. Ja, ja. En daar moet straks een rijtje van 4 komen. Dus het hele bestemming, dus dat moet aangepast worden. Nou, dan komt dat in de gemeenteraad. Ja, en als het niet linksom gaat, dan rechtsom. Maar we gaan het er nog wel over hebben. Want ik heb daar nog wel een paar dingen over te melden naar de collega's in de raad. Ja, maar dan kan ik me ook wel voorstellen. Als ik dan hoor dat het cultuurhistorische waarde heeft, dan zou je bijna zeggen, wat kun je er dan op tegen hebben? Er moet een argument zijn aan de andere kant waarom ze het toch graag kwijt willen. Ja, nou ja, wie het weet mag het zeggen. Ja. Ja. Kijk, want je houdt het aantal woningen en je kunt op een perceel meer kleine woningen kwijt dan grote woningen. Ja, zo met mijn Jan Boeren verstand hoor. Maar... Kijk, Zalland wonen is natuurlijk niet op aarde om cultuurhistorie te bewaren. Hè. Die zijn voor sociale huurwoningen, voor mensen die het niet kunnen betalen om een huis te bouwen. Ja, maar je kunt het wel combineren. Je kunt het wel combineren, zeker. Ja. Punt. Zalland wonen zegt het is te duur. Nou, Heemschut heeft aangetoond... is niet waar. Dan zijn er partijen die zeggen van... ja, dan gaat de gemeente geld kosten. Is niet waar. Tenminste, misschien heb ik iets over het hoofd gezien... dan laat ik me graag overtuigen. Hè? Maar dat is gewoon niet waar. Is gewoon de gemeente zit er gewoon naast en die kijkt ernaar. Want het is geen grond van de gemeente. Het zijn geen huizen van de gemeente. Dus de gemeente hoeft er niet in te investeren. En wat helemaal zo irritant... Dus wordt er gezegd, en er stond in de kranten van vorige week. Dus de gemeentebelangen, de heer Schumacher, die zegt van ja, we kunnen er geen monument van maken, want we hebben er geen beleid voor. En om er beleid van te maken, dat duurt allemaal veel te lang. En echt waar. Hoe kun je zo'n drogredenen serieus aanvoeren? Ja. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, kennelijk. Nou, wat mij betreft niet. Nou, ik wens je sterkte met het achterhoede gevecht misschien wel, maar in ieder geval in de poging om toch nog iets te bewaren van het oude gezicht van de Olsterkampweg. Nou ja, ik hoop dat de kijkers in Olst dat die laten merken wat zij ervan vinden. Dat het niet in de achterhoede blijft. Maar dat stuur een brief naar de krant, spreek in bij de gemeenteraad, maar laat je horen.
Ja. Oproep aan iedereen die het hoort. En misschien komt er wat uit. Sterkte ermee. De hele andere kant van het dorp Olst. En bij het spoor over. En dan bij het Avenbergen. Daar gaat ook iets moois verrijzen. Ja. En daar is men het toch wel helemaal over eens. Je maakt nooit iedereen helemaal naar het zin. Nee, maar, uiteraard niet. Van alle oplossingen die er lagen, is dit toch wel veruit de mooiste. Ja, ik was vorige toch in Olst. Ik denk, ik rij even bij het Avenberg langs. Ik wil eens even zien waar het komt te liggen, waar die scholenbouw allemaal komt en hoe dat er nu uitziet. En dat zien we hier. Kipbel, die staan er al. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Daar gaat het allemaal gebeuren. Daar komt de tunnel. Ja. En dan komt de verbindingsweg. Ze zijn er bezig met een calamiteitenroute. Dus vanaf de Enkweg naar Avenbergen toe, zeg maar, naar die weg daar zo, naar Terstegenstraat. Dus daar zijn die piketpaaltjes voor, volgens mij. Maar ja, er komt de tunnel inderdaad daar zo, waar die school op uitkomt. Nou, en dan komt de wijk Aberson, die wordt daar gebouwd. Dus volgens mij is er een mooie ontwikkeling aan die kant van het dorp, ja. Aan de oostkant. Er komen ook woningen, behalve de scholen. Die scholen geven een hoop reuring, want er was iemand die opmerkte in de krant ook van, ik woon daar in de buurt en ik vind het wel, ja, het is wel een beetje wel rustig allemaal. Ja. Het zou wel leuk zijn om daar wat reuring te hebben. Dat, dus dat gaat wel gebeuren. Ja. Ja, en een mooi terrein. Waar het allemaal komt. Wanneer moet het gerealiseerd zijn? Nou, de verwachting is dat het nog wel 3 jaar gaat duren voordat het klaar is. Dus, ja, goed. Dan wordt het ook wat moois. En dan kunnen de scholen in Boskamp en Den Uyl. En Welsum, ja, die zijn samengevoegd. Hè? Dus er komt 1 scholencluster voor die scholen van Den Uyl en Boskamp. Nou, een mooie uitbreiding voor ons. Ja. 17 maart. Dat is een datum die belangrijk is voor een heleboel mensen. Zijn de verkiezingen. Ja. Zijn jullie als Partij van de Arbeid in de gemeente Onderzweeën als plaatselijke afdeling ook druk mee? Zeker. Of, ja? Zeker gaan we daar. Ja. Nou ja, het wordt natuurlijk een hele bijzondere campagne vanwege die corona. Dus we kunnen niet flyeren op straat. We kunnen niet gaan canvassen, zoals dat heet, bij mensen aanbellen. En, ook geen 500 man in de zaal en met een spreker. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus het zal op andere manieren moeten doen. En om dat creatief te doen. Dan worden we er wel even druk mee. We kunnen natuurlijk overal een foldertje in de bus duwen. Maar het gaat erom van hoe kun je als partij onderscheidend zijn. En op een goede manier je verhaal vertellen. Want er valt nog wel wat te vertellen. Er valt wat te vertellen, ja. Onder andere, want daar wordt nogal oppositie tegengevoerd. Dat meneer Ascher, Lodewijk Ascher, dat hij toch nog als lijsttrekker voorlopig op te boek staat. Ja. Hoe denk je er zelf over? Ik heb ontzettend veel waardering voor de manier waarop hij de afgelopen jaren oppositie heeft gevoerd voor de Partij van de Arbeid. En we moeten er ook niet heel moeilijk over doen. Die 4 jaar dat we samen hebben geregeerd met de VVD, als je het hebt over een open zenuw, dan is dat het wel. Daar zijn een aantal dingen gewoon niet goed gegaan. Daar hebben we als Partij van de Arbeid ons laten ondersneeuwen door het VVD-beleid. En als het gaat om die toeslagenaffaire, waar als je nu dan ook op aangevallen wordt, en terecht trouwens, terecht dat hij daarop aangevallen wordt. Maar het grootste probleem was het enorme najagen van fraudeurs. En dat was toch wel onder leiding van de fraudecommissie van premier Rutte. Ja, dat is natuurlijk op alle mogelijke manieren is die fraude aangepakt. En is er soms tegen beter weten in tot aan de Hoge Raad is er gezegd. Ja, de wet is nog een keer zo en zo voeren we hem dan maar uit. En wat het dan betekent voor de betrokkenen. Ja, in 2017 is er een rapport gekomen van de ombudsman. Ja. Die
die aan de noodklok luiden. Die zeggen van, nu moet er toch echt wel even nagekeken worden. 2007, we zitten nu in 2021. En wat is er nou eigenlijk opgelost? Nog veel te weinig. Maar dat is wel dit kabinet, hè? Niet het vorige kabinet. Partij van de Arbeid heeft het niet goed gedaan daarin. Hè? We hebben niet kunnen laten zien waarvoor we staan eigenlijk. Alhoewel, ja, je weet niet wat er in die Treffenzaal allemaal besproken is. Wat Partij van de Arbeid nog tegen heeft kunnen houden. En wat, dus ja. Ja. Maar ja, dan zie je dat Pieter Omtzigt en Mesje Leijten, ja, dat die dan het voortouw nemen om, ja, te zeggen, jongens, we gaan daar eens keihard in. En dat hebben ze super goed gedaan. Dat hebben ze super goed gedaan. En daar hebben we echt respect voor die. Die hebben echt vasthoudend, ja, zich erin vastgebeten. Ja, en gelukkig maar. Ja, ja. Ja, want anders dan was het steeds doorgegaan. Nou ja, ze zijn natuurlijk ook behoorlijk tegengewerkt, hè, door vanuit de regering. Ja, om van jongens, doe even een beetje normaal. Nee, jullie moeten normaal doen. Ga er eens wat aan doen. Ja. Ja. Maar goed, jullie krijgen in ieder geval een hoop werk. Ook als plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid, ja, de komende weken, maanden. Ja. Ja. Twee maanden toch weer nog. Ja, ja. Nou ja, de verkiezingen zijn 3 dagen. Hè. Dus we zoeken ook nog vrijwilligers om die stembureaus te bemannen. Dus. Ja, dat maar is dat in de regio lastig? Want ik meen te horen op Radio 1 dat juist heel veel plaatsen waren waar ze heel veel vrijwilligers aangemeld hebben gekregen. En die niet eens kunnen plaatsen. Nou ja, weet je, mocht het nou zo zijn dat je je aanmeldt en er is geen plek meer, prima. Maar wat mij betreft zeg ik van liever mee verlegen, ja, dan omverlegen. Precies. Ja, want je werkt ook nog eens een keer in ploegen. Want de stembureaus gaan er heel vroeg open. Drie dagen. Er zijn ook mensen die moeten werken gewoon tussendoor nog. En dan moeten de stemmen nog geteld worden. En dan ook nog. Ja, dus succes ermee in de strijd. Kom ik een volgende keer terug. We zijn aan het eind van onze tijd. De uitzending zit erop. Nodig me uit. Dank voor de komst hier naartoe. Nou, succes met Fonds voor Ons. En Griet van het Goudhaantje. En, ja, en zeker ook de mensen die waar jullie allemaal die prijs aan uitdelen. Dat die er iets moois aan hebben. En de middenstanders natuurlijk die daar weer een stukje omzet mee hebben. Ja. André, bedankt. Succes met de politiek. U, dames en heren thuis, dank voor het kijken vanavond weer naar het Salon Magazine. Volgende week zijn we er weer. We zijn weer druk bezig met het uitnodigen van 2 interessante gasten. En dat ziet u volgende week voor vanavond. Welterusten en een hele gezellige avond nog. Tot volgende week.